Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe vlog. Het is woensdag en ik ga mijn best doen om meer te vloggen. Zei ik dat echt? Ja, dat zei ik echt. Dus, maar vandaag is het alleen maar werken, werken. Dadelijk lunchen met Niootje. Dan ga ik lekker zatersoepje maken. Dus, en dan kan ik jullie wel laten zien. Een keer is wel leuk misschien. Ja, het is een beetje druilerig. Ja, en dan hang ik hier een spinnenweb. Ik kan die laten zien. Mijn ramen zijn echt vies. Vies, vies, vies. Ik kan niet eens buiten kijken zo vies. Werkelijk waar. Kijk, check. Zo vies. Oh my god. Maar goed, ik ga mezijnen nemen en dan ga ik opschieten. Hoe simpel. Streepjes. Die walgelijke spijkerbroek weer. Maar ja, top. En we zijn bij de toko geweest, met de visboer, even lunch gehaald. En Jomme komt zo thuis, dus gaan we eten. Chickie is thuis. Lekker eten. Ja. Mijn lunch is ook klaar. Salm, makreel, avocado. Ja, en ik heb nog pasta salade, maar ik moet eerst hiermee beginnen. Van pruttelen. Oftewel, de zatersoep is bijna klaar. Voordat ik ga eten, ga ik nog even mijn agenda invullen. Dan is het allemaal klaar. Een slapende puber. Top. Leuk die oude filmpjes. Kijk hoe klein Ras was. Tandloos. Hè? Nu een perfecte tanden, ja. Was ik klein? La 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 la
En dan zie je ineens dit hoofd. Wat een verschil. En ook met ras een verschil, want het is nu gewoon een kleine vrouw. Hè? Diva! Ja, vind ik wel leuk dat die soort herinneringen terugzien op YouTube. Ze staan op YouTube, dus je kan nog kijken als je het leuk vindt. Ja, ga je nog. Dus, nou, we hebben lekker gegeten. Het recept van de zatersoep staat op de site. Dus mocht je het een keer willen maken, doe het vooral, want het is echt super lekker. En laat me even weten of je het een keer gemaakt hebt, want dat vind ik ook wel leuk. En ik denk dat ik toch wel vaak meer het koken laat zien, zeg maar. Ja, misschien een broodje worst eten, want een bakje worst in de magnetron pleuren, dat kennen we allemaal. Dat ga ik niet filmen. Dus, Nieuws gaat dadelijk trainen. En ik ga nog even een paar blogposten inplannen, want ik heb weer een hoop te typen. Heerlijk dat vooruitwerken. En daarna ga ik zenmodus. Ja, dat ga ik doen. Dus, ja. En het is weer tijd om de vlog af te sluiten. Het is bij 7:30. Oh, juk in de ogen. Ik ga lekker mijn make-up eraf halen en dan lekker een bed tv kijken. Ja, ik heb een druk dagje gehad, joh. Maar wel een lekker dagje. Lekker rennen vliegtuigje. Lekker weer van ouds. Oh. Ja, morgen wel even wat rustig aandoen, maar... Ik heb mijn zin gehad. Nog ook een keer, toch? Dus, ja. Ja, ik heb verder niks liegen eigenlijk. Dus heel bedankt voor het kijken en ik zie jullie morgen weer. Doei doei. Een goeie. Morgen is het nog. Het is al 11:30, maar het is nog geen middag. Dus, ja, vanmorgen eigenlijk een beetje druk gehad. Dus dat is rennen en vliegen. Dus mijn vroege ochtendopening zat er eventjes niet in. Maar goed. Ik heb mijn dingetjes gedaan en ik ben nu even aan het werk. Ik heb net even het huis tussendoor gedaan. Ik ga zo lunch maken. En daarna weet ik het nog niet. Ik denk even chillen. Neertje is wat eerder vrij, want die heeft uitval. Dus dat is wel lekker. Dus. Ja, eigenlijk niet echt veel planning. Lekker makkelijk dagje eigenlijk. Ja, ik moet wel een hoop werk doen. Een hoop blogposts maken, maar... That's just fun. Dus, ik ga mijn lunch maken. Ik zit even met mijn agenda op schoot, maar ik ga hem even opruimen, want hij pelt een beetje uit. Dat is trouwens de Filofax Personal. Erg blij mee. Opgeruimd. Top. En er kwamen weer een hoop foto's uit. Zo, een beetje schor. Dus ga ik even een lijstje doen dadelijk. Top. Mijn knappert is ook weer thuis. Met je mooie hoesje, hè? Ik krijg alleen een ander, deze kapot. Dus. Het eten maken, heb je honger? Oké. Ciao. Nieuw doet het heel goed op school. En is getransformeerd in een nerd. Ga eens lachen als nerd. Oh, die film had je nooit gezien natuurlijk. Nee. Nee. Ik kan je niet. Oh my god. Het staat je wel. Weet ik. Bij zulke brillen staan me wel, alleen andere brillen staan me niet. En dan moet ik echt zo'n ronde Harry Potter brug nemen. Kijk hem man.
Zeg een andere Fedonia, laat even je nieuwe shirt zien. En heeft ze er nog twee. Maar er komt een blogpost over, hè? Zie. Oké, opruimen. Doei. Hallo. En een hele goede morgen. Het is vrijdag. Ik ben gisteren vergeten de vlog af te sluiten. Sorry. Ik kom net binnenrollen. Ik heb even mijn boodschapjes gedaan. Dus die ga ik even uitpakken. En daarna ga ik even eten, aan het werk, huis doen. En daarna lunch maken voor mijn kind. Of lunch halen, weet ik nog niet. Dus let's go. Peps met zalm, haring en er zit peperzalm in de oven. Lekker. Ik heb tegen Dave gezegd, ik zal nooit iets naars of iets vervelends of iets ergs over jou zeggen. Want waarom zou ik dat doen? Daar is helemaal geen reden toe. Zoals, voor de mensen die ons al heel erg lang kijken, er zullen natuurlijk mensen op deze video afkomen die het via via hebben gehoord en die gaan dan deze video kijken. Zo van, ik ben wel benieuwd wat er aan de hand is. Dit is dus eigenlijk alles al. En ik vind... Ik kan echt niet even die afleiding doen. Wacht heel even tot die politie voorbij is. Lekker eten met chickies. Ja. Dinner time. Dan was ik gewoon weer bijna vergeten de vlog af te sluiten. Maar goed. Ik heb lekker gegeten, joh. Niet door drama of wat dan ook. Maar ik heb gewoon mijn bord laten vallen. Stel je voor broccoli met roomboter. En een Duitse biefstuk.
gebakken in een laag boter. Van heb ik jou daar met een showtje jus, pat, boem, over mijn glansplafuizen heen. Dat had ik moeten filmen. Maar ik was zo pist. En ik had zo'n honger. En er zaten echt nog maar 3 blonkelroosjes in de pan. En een paar stukjes champignons. Ja. Dus daar werd ik niet vrolijk van. Ik had nog wel een Duitse biefstuk en 2 tataartjes. Maar die smaakte ook gelijk niet meer. Was gelijk klaar mee. Dus ja. Ik heb mijn koekjes gegeten en zo. Dus. Maar goed. Ik ga het zo lekker mijn make-upje eraf halen. Het is weekend. Morgen niet echt veel op de planning. Ik wil nog even naar de Action toe. Want ik wil nog eventjes een paar herfstspulletjes halen. Voor een andere schaal te maken. En Niootje heeft een wedstrijd. Alleen daar ga ik niet heen, want het is in Zoetermeer. Verder wat. Ja, morgenavond heb ik een verjaardag bij mijn vriendin. Die de zoontje is jarig. Is dat wel weer gezellig. Dat is mooi trouwens. Dus, daar gaan we heen. Dus ik wil eigenlijk een beetje de hele dag opladen voor 's avonds. Ja, het zit een beetje diep in beeld. Oh, mijn batterij is leeg. Dus, heel bedankt voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer. Doei doei. Een hele goede morgen. Oh, het is zaterdagochtend. 9:50. Zit in de auto. Lekker vroeg. Ik heb in mijn bed gezeten. Nee, geintje. Nee, ik was wakker en ik kon niet meer slapen. En ik heb gewoon geslapen vannacht. Maar als ik een nacht geslapen heb, dan crash ik hem overdag. Dus ik denk, nou, ik ga het heel snel mijn dingen doen. En dan kan ik dadelijk thuis of gewoon doorgaan of in elkaar klappen. Dus... Ik was even broodjes halen nu en ik zit heel even te wachten en daarna moet ik nog even wat andere dingen doen. En ik wil eventjes naar de Action toe. Voor herfstspulletjes, maar ik weet niet of dat gaat redden. Maar dat zien we dadelijk wel. Dus, en thuis dan ga ik even eten, werken, huis opruimen, was doen, eten vanavond wraps. En dan ga ik een knoflooksaus proberen zelf te maken, is dat wel lekkerder. Dus, ik neem jullie weer mee vandaag. Bij de Action geweest. Een zak met dingetjes gehaald. En weer zo'n slinger. Ja, weer zo'n slinger. Terwijl ik niet te vloeken van, dit is een slinger, bla bla bla. Maar is toch wel leuk. En dan wil ik zo'n soort schaal ook voor op tafel maken. Dus, we kunnen weer knutselen. En lunch gemaakt voor Rachel. En ik eet zalm. Puba gaat lunchen. Muziek hier achter. Met je mooie Kenzo shirt. Yes. Komt een blogpost over, hè? Top. Eet ze. En weer een schaal gemaakt. Dus nu heb ik er 2. En deze gaat op de kleine tafel. Een stukje op de haar gekruld. Netjes hoor.
een beetje vroeg, maar ik ga de vlog afsluiten. Want ik kan nog editen en inplannen voor morgen. Of nou ja, voor vandaag, voor jullie. Want wij hebben vanavond een verjaardag. Zaterdagavond dus. En ja, er wordt toch eigenlijk niet veel gevlogd. Dus ja, dat is dan eigenlijk een beetje zinloos. En ik weet niet hoe laat we thuis zijn. En ik denk niet dat ik, als ik thuis kom, nog zin heb om een vlog te editen. Dus, ga ik nu doen. En dan zie ik jullie morgen weer. Duimpje omhoog als je het leuk vond. En kopje klikken als je wil abonneren. Vinden we hartstikke leuk. En tot morgen. Doei doei.